Vanaf 1 januari vormen de gemeenten Boksmeer, Kuik, Graven, Melem Sint-Hubert en Sint-Antonis de gemeente Land van Kuik. Hiervoor worden op 24 november de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Bij de lokale Omroep Mil en Omroep Land van Kuik kunt u nader kennis maken met de lijsttrekkers van de deelnemende partijen. Hettie Egger van Oppen van de ChristenUnie. En Hettie ChristenUnie, een splinternieuwe partij in het Land van Kuik, hè? In het Land van Kuik wel, maar landelijk draait ze toch al een tijdje mee. Draait ChristenUnie al een tijdje mee, ja. Waar komt jouw belangstelling vandaan om te zeggen, weet je wat, de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan, ik ga meedoen? Het was eigenlijk meer, weet je wat, ik ga eens een keer verkennen hoe dat werkt in zo'n politieke partij. Want je ziet van alles op tv. Mm-hmm. En ik kreeg wat tijd over omdat de kinderen uit huis gingen. Dus ik dacht, ik ga eens de politiek verkennen. Toen heb ik alle verkiezingsprogramma's zitten doorlezen. En de ChristenUnie, toen ik dat las, dacht ik van ja, daar zit toch wel heel veel in waar ik blij van word dat men daaraan werkt. Dus ik word lid van die partij en dan ga ik gewoon eens dingen bezoeken en kijken hoe die dingen werken. Ja. Dus dat ben ik gaan doen. Ik ben provinciale vergaderingen gaan volgen. Ik ben de landelijke, hoe noem je dat? Die Congresdagen gaan volgen. En gelukkig was het toen nog live. Ja. En ik kreeg een uitnodiging van de ChristenUnie voor een rondleiding door de Tweede Kamer. En daar hebben wij geluncht met Gert-Jan Segers. En dan mochten we eindeloos vragen stellen. Dus daar was ik ook erg aangenaam door verrast dat wij met z'n allen gewoon persoonlijk door de Tweede Kamerleden van de ChristenUnie werden verwelkomd als nieuwe leden van de partij. En ik vond dat heel bijzonder om te merken. En toen hier duidelijk werd dat er gemeenteraadsverkiezingen aankwamen en er eigenlijk nog helemaal niks van de ChristenUnie bleek te zijn, dacht ik van, nou, ik ben blij van die partij. Ze timmeren aan de weg. Ze geven alle leden persoonlijke aandacht op een manier die ik zeer op prijs stel. Dat ga ik ook doen, maar dan in de gemeentepolitiek. Dus zo is het begonnen. Maar ja, dat is wel een stap geenthousiasmeerd worden door Segers zelf. En dan ook nog zelf zeggen, ik ga daar mijn tijd in steken en ik wil dat ook op Land van Kuik niveau. Ik wil dat eigenlijk wel ook op een wat hoger niveau. Maar je moet in de politiek altijd lokaal beginnen. Ja. Eerst even je sporen verdienen en laten zien dat je wat in je mars hebt. En pas dan kun je eventueel... Ja, want de ambitie is er om provinciaal of zelfs landelijk iets te doen? Ja, we hebben wel ambities. En waar komt dat nog heel pril. Waar komt die ambitie vandaan, zeg maar, om jezelf voor in te zetten voor mensen? Want dat is het eigenlijk, toch? Nou, dat heeft met mijn werk te maken. Ik werk als advocaat en ik zie als advocaat wat wetgeving soms voor mensen betekent en waar ze vastlopen in procedures. Ja. En dan denk ik wel eens van, nou, als ik aan die knoppen zou kunnen draaien, zou ik bepaalde dingen toch in de wet anders regelen. Ja, dan moet je op landelijk niveau in de Tweede Kamer wezen, denk ik. Ja. Maar de weg daarnaartoe is een lange en je zult dat dan eerst lokaal moeten doen. En dat aldoende kom ik erachter dat eigenlijk dat ook heel erg leuk is om te doen, want lokaal is het heel dicht bij de mensen en heb je ook direct resultaat als je dingen bespreekt. Ja. Hoe waren de reacties op het moment dat mensen hier in het Land van Kuik hoorden van, hey, we krijgen een ChristenUnie afdeling in het Land van Kuik? Er waren een aantal mensen, vooral vanuit de protestantse hoek, die zeiden, hè, eindelijk. Ja. En de katholieken die ik erover sprak, die zeiden, wij wisten niet dat de ChristenUnie er ook voor katholieken is. Maar wat goed dat dat zo is, want wij zijn wel heel blij van een partij als de ChristenUnie. Maar we zijn in Brabant en Limburg trouwens ook nog best klein. Ja. Dus iedereen kent elkaar ook binnen de partij in deze provincie. Ja, want speelt het geloof een belangrijke rol binnen de ChristenUnie? Ja, het geloof speelt een belangrijke rol in die zin dat degenen die lid zijn en actief zich willen inzetten binnen de ChristenUnie dat doen vanuit... Ja, de opdracht die wij in ons geloof krijgen om te kijken naar de mensen die het minder hebben en voor hen op te komen. Ja, maar hoe ziet dat in de praktijk eruit dan? Om dat in de gemeenteraad bijvoorbeeld te doen? Een van de dingen waar ik achter kwam was dat in de gemeente Land van Kuik er geen daklozenopvang is. Mensen die dakloos worden doordat het even tegenzitten in hun leven,
moeten naar een andere gemeente. Oh. Die worden naar Os gestuurd, of naar Heumen, of naar Nijmegen. Oh. En ik ben vanmorgen op bezoek geweest in het kloosterhuis in Zambeek. Die hebben 6 kamers voor mensen die dakloos zijn voor tijdelijke opvang, maximaal 1 jaar. En zij zeggen, die zitten altijd vol, die kamers. Oh, dus de vraag is er eigenlijk wel, of de behoefte is er eigenlijk wel, maar er wordt niks gedaan. Nou, het is er gewoon is niet. Geregeld. Er is niet binnen onze gemeente iets om mensen op te vangen voor wie het tijdelijk tegen zit. Ook de schuldhulpverlening, er zijn best mensen die daar enorm in vastlopen door allerlei omstandigheden die wel of niet hun eigen schuld zijn. Dat doet er eigenlijk niet zozeer toe. En dat vind ik, zoals dat nu geregeld is, wat ik zie in mijn praktijk ook, komt dat niet altijd goed van de grond. En zijn er ook een aantal hulpverleners die zeg maar graag geld verdienen aan de ellende van andere mensen. En ik denk dat je daar als gemeente nog eens een keer heel serieus naar zou mogen kijken. Ja. En dat is een typische ChristenUnie-item, zeg maar. Opkomen voor de zwakkeren in de samenleving die het niet zelf af kunnen. Ja. Maar dan die mensen die nu zitten te kijken, die zeggen van ja, maar het geloof, we hebben toch al het CDA in het land van Kuik? Ja, dat is zo. Die zeggen sinds enige tijd ook vaker dat ze christendemocraten zijn in plaats van dat ze CDA'er zijn. Dus zij hebben blijkbaar gemerkt dat het christelijke aspect van hun partij wat meer op de voorgrond moet komen, want dat viel mij wel op in de media. Ja. Maar ik zelf vind het wel prettig om te merken dat bij de ChristenUnie het accent op het geloof toch wat zwaarder ligt dan bij het CDA. Ja. En zij komen ook wat duidelijker ervoor uit in de landelijke politiek dat ze echt al het leven van de conceptie tot het graf willen beschermen. En dat hoor ik het CDA niet altijd zo hard roepen. Nee, jullie, de ChristenUnie durft het gewoon hard op te zeggen. Dat hoor je ook in Den Haag, toch? Ja. Ja. Hoe bereid je je nou voor op die... Want je bent dan eigenlijk nieuw in de politiek, hè? Je bent je volop aan het oriënteren. Maar hoe bereid je je voor op straks die echte gemeenteraad, als je daar als raadslid zit? Wat ik probeer te doen is de raadsvergaderingen die nu gehouden worden te volgen. En alle stukken die beschikbaar zijn daarvoor ook te lezen. Nou, ik lees ze niet allemaal, maar die onderwerpen die ik zelf interessant vind. Om eens even te kijken hoe het allemaal in zijn werk gaat. En wij worden daarin ook door de gemeente gefaciliteerd. Alle partijen die zich hebben aangemeld krijgen regelmatig een mailtje van de kwartiermaker. Ja. Met de let op, dit komt er allemaal aan, dan kun je je voorbereiden, kun je meekijken, kun je meedoen. Maar is het niet als je nu die gemeenteraad aan het werk ziet, dat je denkt, mijn god, wat begin ik aan? Ja, een beetje wel. Van de andere kant denk ik van, misschien kunnen ze ook wat van mij leren als ik ertussen zit. ja. Want we horen, het gaat veel tijd kosten, hè? Gemeenteraadslid straks natuurlijk. Ja, hoe groter de fractie, hoe minder tijd. Is het goed te combineren met je werk straks? Ik deed mijn werk altijd al part-time, omdat ik tijd wilde vrijmaken en vrijhouden voor de kinderen en de dingen om en rond het huis. En nu daar wat minder tijd in gaat zitten, dacht ik, die wil ik opvullen met iets waar ook een deel van mijn ambitie ligt. En ik vind part-time advocaat zijn ook wel prettig, omdat je als advocaat altijd met de ellende van mensen bezig bent en als je daar zelf nog blij mee door het leven wil gaan, dan moet je dat niet fulltime doen, vind ik. Nee. Ja, en sterk wat je zegt, van als gemeenteraadslid kun je mogelijk ook aan de voorkant van de regelgeving zitten, zodat mensen er straks minder last van hebben in jouw werksituatie. Ja, minder last van. Er zijn gewoon dingen soms niet goed geregeld, die kunnen beter. Ja. En dan merk je wel eens dat een gemeente en een college van BMW soms erg stug is en toch met een andere blik naar de dossiers kijkt dan de blik van de mensen die midden in die situatie zitten. Ja. Tot slot, heeft u wat is de verwachting op 24 november qua zetelaantal van de ChristenUnie Land van Kuik? Nou, wij hebben geen verwachting. We zijn klein. Onze kieslijst zal ook klein zijn. Dat zullen mensen merken. De vereniging Oost-Brabant noemt ons een Gideonsbende. maar de Gideonsbende overwon wel, ondanks dat ze klein waren.
Dus wij zijn heel blij met één zetel en dat is een beginnetje. En dan hopen wij daarna in de komende jaren te groeien. Op 24 november worden de gemeenteraadsverkiezingen Land van Kuik gehouden. We laten u kennis maken met de lijsttrekkers van de deelnemende partijen. Arthur Baudet, VVD Land van Kuik. Arthur, de meest gestelde vraag aan mij, in ieder geval toen ik zei van ja, we gaan ook met Arthur Baudet praten van de VVD Land van Kuik. Is daar nou familie van? Hoe vaak krijg jij die vraag? Ja, eigenlijk heel vaak. Meestal proberen mensen achteraf, als we een gesprek gehad hebben of wat dan ook, van heel voorzichtig te vragen of ik familie van ben. En ja, het antwoord is heel simpel, ik ben familie van. Alleen, het is wel wat verder weg. Het is niet mijn neef of mijn oom of wat dan ook. Het is wat verder weg. Maar de familie is relatief klein. De naam is daarmee opvallend. Ja. En een voordeel is in ieder geval door zijn bekendheid op landelijk niveau dat mijn naam toch heel vaak goed uitgesproken wordt, ja. En zelfs goed geschreven wordt. Dat hoeft niet te spellen meer. Dus, ja, dat heeft gewoon een voordeel. Ja, is dat het enige voordeel? Ja, eigenlijk wel, ja. Maar politiek gezien wijken we nogal wat van elkaar af. Dus, ja. Ja. Je bent actief voor de VVD nu in de gemeente Kuik. Waar komt die politieke belangstelling vandaan? Ja, dat is al een tijdje terug dat ik daarmee begonnen ben. Eigenlijk altijd wel in politiek geïnteresseerd. Ik woon vanaf 85, 86 in Kuik. Mm-hmm. Er was een discussie over verkeerscirculatie in het centrum van Kuik. Ja, en aangezien ik verkeerskundige ben, werd ik door kennissen en vrienden bij betrokken. En zo ben ik er eigenlijk ingerold. Ja, en dan is het zo van, goh, wat kan je betekenen voor je omgeving? Net zoals bij sporten, wat kan je betekenen voor je vereniging? Als je actief gesport hebt, kan je daar trainer worden of bestuurslid. Nou, zo kan je, als je een vak geleerd hebt of geïnteresseerd bent in je omgeving, kan je in de politiek iets bereiken. Ja, maar ik hoor een beetje aan het accent niet geboren en getogen in Kuik, hè? Nee, niet geboren en getogen. Nee, geboren en getogen in Leeuwarden. Leeuwarden. Ja. Maar dan kom je in Kuik wonen. Waarom raak je dan zo geïnteresseerd in het wel en wee, zeg maar, dat je ook echt die gemeenteraad in wilt in zo'n omgeving? Ja, dat komt omdat je geïnteresseerd bent in je omgeving. En toen ik naar het zuiden kwam, werkte ik bij de Zuidoosten Autobusdiensten, voorloper van de huidige Hermes, zo mag ik het stellen. En dan ben je eigenlijk ook al constant met mensen bezig. In dit geval mensen vervoeren, waar mensen georiënteerd zijn, waar mensen naartoe willen. En verkeer is natuurlijk ook met mensen bezig zijn. En ik vind het leuk om dingen te beginnen en uiteindelijk met elkaar iets te bereiken. En ja. Dat woord met elkaar vind ik dan wel belangrijk, want alleen iets bereiken, ja, dat spreekt mij niet zo aan. Maar het gaat niet altijd even snel, hè, in de politiek. Nee, dat moet je leren als je daar in terechtkomt. Dat als je vandaag een idee hebt, dat het morgen zeker niet uitgevoerd is. Ja, iedereen heeft daar een mening over. En het is eigenlijk niet nauwelijks is het zo dat mensen 100% met elkaar eens zijn. Dus, dan heb je discussie, heb je procedure. Dat is ook onderdeel van de democratie, laat het duidelijk zijn. Ja, moest je daaraan wennen toen je actief werd in de politiek? Nee, want ik zat altijd wel een beetje in een ambtelijke omgeving. En ja, als je in een ambtelijke omgeving komt, hè, onder andere bij de gemeente Nijmegen gewerkt, ja, dan weet je hoe het werkt en dat het allemaal niet snel geregeld is. Ja. Ja. De VVD, op een gegeven moment, ja, je zat in de gemeente Kuik, op een gegeven moment begon de discussie. Ik begreep overigens onlangs dat die discussie al in 1995 ooit is gevoerd is, van zouden we niet één Land van Kuik moeten worden. Maar op een gegeven moment kreeg hij wat meer gestalte. Wat was jouw idee daarvan? Ja, ik ben altijd wel wat van het grote geheel en dan kan je ook meer bereiken. Dus mij persoonlijk en in de VVD's algemeen, denk ik, zijn we altijd wel voorstander geweest van één Land van Kuik. De weg daartoe is natuurlijk anders, is altijd wat lastiger, want dan moet je ook met elkaar eens zijn. En met die geografisch of topografisch, die ik net noemen wil, is het al één geheel. Het Land van Kuik is georiënteerd op Nijmegen. We lezen hier de Gelderlanden. Dus je had al veel overeenkomsten met elkaar. Ja. Dus het vanzelfsprekende om de stap te maken naar een gemeente is eigenlijk, dat was heel logisch. Maar wordt die niet veel te groot, naar jouw mening? Land van Kuik. Het wordt echt een groot gebied. Hè? Het wordt de grootste gemeente van Brabant, qua kilometers. Een van de grootste gemeentes van Nederland qua kilometers. Maar het inwonertal is 90.000. En
ja, dat is gewoon nog te overzien. Hm. Steden als Amsterdam en Rotterdam of wat dichterbij Den Bosch en Nijmegen, ja, die hebben natuurlijk een veelvoud van 90.000 en daar wordt het ook georganiseerd. Ja. Je moet het wel goed organiseren. Dus het individu blijft wel belangrijk en dat mag niet ondersneeuwen. En hoe moet dat gebeuren volgens de VVD Land van Kuik? Ja, je hebt structuren, dorpsraden en wijkraden. Ik denk dat dat belangrijk is, dat je die ook gewoon serieus op de kaart zet. Ja, en dat betekent ook dat je regelmatig naar de mensen toe zult gaan. En dat kan op basis van onderwerpen, thema's. Mensen zijn vaak geïnteresseerd als het een directe woonomgeving betreft. Als het wat verder weg ligt, ja, dan neemt de interesse ook af. Hm. Dus op het moment dat dingen spelen, ja, dan moet je naar de mensen toe. En dat kan op verschillende manieren. Dat kan heel verschillende manieren aangeven. Het is net ook even wat mensen zelf willen. Hoe actief willen mensen zelf zijn? En als het allemaal goed gaat, is de bereidheid om actief te zijn niet zo groot. Maar op het moment dat dingen slecht gaat, dan is de bereidheid wat groter om actief te worden. Want hoor je daar ook vanuit de achterban van de VVD, de inwoners hier uit het Land van Kuik, geluiden over? Van hoe moet hij straks? Ja, die vraag komt zeker naar je toe. En we moeten ook heel voorzichtig zijn dat wij allerlei lagen gaan creëren binnen ons democratische gestel. Hè. We hebben gewoon de Tweede Kamer, Provinciale Staten en we hebben de gemeenteraad. Nou, daar moeten we niet allerlei dingen aan toevoegen. De gemeenteraad blijft het hoofdorgaan, is dan ook degene die beslissingsbevoegd is wat dat betreft, of de besluiten neemt, ja. College als uitvoerend. Maar je moet wel luisteren naar individuen, maar ook luisteren naar wijk- en dorpsraden of eventueel andere organisaties. Verenigingen zijn ook belangrijk, is ook onderdeel van deze maatschappij. Ja. En dat wordt er soms ook veel, dus het is net hoe organiseer je dat. Ja. Wat we horen is dat het echt enorm veel tijd kost, hè? Gemeenteraadslid van zo'n grote gemeente straks. Wat is jouw drijfveer van het geheel om daar zoveel tijd in te willen steken straks? Ja, nou, het is de interesse in te kijken van goh, hoe kan je een fusie op een goede manier ook politiek gezien wegzetten. Nou, dat vind ik een boeiend geheel. Daar ligt ook een uitdaging. Dat is ook een uitdaging voor mij persoonlijk om vooral ook door te gaan. En uiteindelijk is het zo, ja, hoop ik dat wij ook een grote fractie zijn, dat je ook een beetje je werk kan verdelen. Het is onmogelijk om alles in je eentje te doen. Ja, dan gaat het wel heel veel tijd kosten. Tenminste, als je het goed wil doen. Ja. Anderzijds moet je ook oppassen dat je niet te gedetailleerd met dingen bezig gaat houden. Want dan werkt het helemaal niet. Dat is ook slecht voor het proces, stuur vooral op hoofdlijn. Dus het politiek wat je nu ooit in de gemeenteraad hoort, dat er over trottoirs en lantaarnpalen gesproken wordt, dat is voorbij. Wat mij betreft wel, maar het was wat mij betreft dat altijd al voorbij. en als je dan praat over lantaarnpalen en trottoirs, ja, dat is toevallig ook binnen mijn vakgebied. Ik zeg van ja, dat moet je ook gewoon overlaten aan mensen die daar verstand van hebben. En af en toe moet je ook gewoon vertrouwen hebben in je ambtelijke organisatie. Ja. Afhankelijk zei je net al van de grootte van de fractie natuurlijk, de tijd en wat je kunt verdelen. Wat is de verwachting van de VVD Land van Kuik voor 24 november, als je voorspelling zou mogen doen? Dat is een hele moeilijke vraag, omdat je eigenlijk niet precies weet wat er allemaal gaat gebeuren. Er zijn natuurlijk nieuwe partijen bij. Gaan die er echt bij komen, dat is dan de vraag. Wat gaan de lokale partijen doen? Kijk, als ik statistisch ga kijken, dan bij landelijke verkiezingen hadden 25-26% Land van Kuik. Nou, op het moment dat je dat vertaalt naar de zetels van het Land van Kuik, dan kom je op 9 zetels uit ongeveer. Hm. Als je kijkt naar de huidige raadzetels zoals we die hebben en je vertaalt dat weer naar het Land van Kuik, dan kom je op 3-4 uit. Ja, en dan zie ik ergens daartussenin. En hoe meer we bij de 6 zijn, hoe meer we bij de 9 zijn, hoe beter we het doen. En hoe minder bij de 3-4 zijn, ja, hoe slechter we het doen. Dus laat ik zeggen, mijn ambitie, een beetje opportunistisch, 7 zetels. Echt waar? En dan beschikbaar ook als kandidaat wethouder? Ik ben niet beschikbaar als kandidaat wethouder, nee, dat is niet mijn ambitie. Nee. Maar mijn ambitie is, in tegenstelling tot je andere geluiden, mijn ambitie is inderdaad echt om in de raad te gaan en eigenlijk fractievoorzitter te worden. En we lazen in de media ook jullie kandidatenlijst, hè, 30 leden. En op de 30ste plek de burgemeester van de gemeente Millen-Sint-Hubert. Ja, dat is toch hartstikke leuk. Ja, voor velen wel een verrassing dat die verkiesbaar was. Ja, ik denk, ja. Althans op de lijst stond. Voor ons niet. Nee. Het is gewoon iemand die lid is van de VVD. Die heeft aangegeven niet in te zijn voor het burgemeesterschap van het Land van Kuik.
Ja, dat betekent dat hij om zich heen gaat kijken en zegt van, oh, ik sluit me aan bij de lokale VVD en ik doe dat als lijstduwer. En ik ga daarmee ook de lokale VVD gewoon een steuntje in de rug geven. Ja, in ieder geval een bewijs van zijn betrokkenheid bij deze gemeente en het Land van Kuik. Ja, ik denk dat het een beetje aangeeft dat hij hier goed naar zijn zin heeft, ja. Goed zo, dankjewel. Meer weten over de gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente Land van Kuik op 24 november? Blijf kijken en luisteren naar de lokale omroepmail en Omroep Land van Kuik. Want dan hoeft u niets te missen.